weer komt kijken bij een nieuw filmpje van Renske Creatief. Nou, soms ben je lekker aan het breien en kom je er, als je wat verder bent, achter dat je een foutje hebt gemaakt. Ik had hier een recht moeten breien en heb averecht gebreid. Nou, dat is vervelend, maar dat is op te lossen zonder alle toeren uit te halen. Wat gebruik ik daarvoor? Een haaknaald en eventjes een naaldje om een paar steken op te parkeren. Dat kan ook gewoon je rondbreinaald zijn. Maar normaal heb ik altijd bij de hand. Kijk. Een kabelnaaldje. Nou, wat ga ik doen? Ik ga de eerste 4 steken even parkeren op een andere naald. 1, 2. 3, 4. En dat is het fijne van een kabelnaald. Daar blijven ze mooi op hangen. En in deze rij zitten de foutjes. Nou, nu gaan we wat spannends doen, want we gaan een stukje uithalen. Het fijne van kabelnaalden is dat ik de rest van mijn steken kan beschermen. Nou, wat we nu gaan doen is heel voorzichtig het een stukje uittrekken. Die. 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 En de fouten. En wat we nu gaan doen is met de haaknaald de steken weer goed maken. Nou, de steken die hebben een, een bepaalde structuur. En als ik hem op deze manier weer terug doe, dan komt hij goed. Zou ik hem vanaf de andere kant doen? Even zo. Kijk, dan wordt het een averechtse steek. Dus dan is die fout. Dus je haalt hem op deze manier door het lusje heen. En dat is gewoon heel goed naar je steken kijken. En dan kan je hem herstellen. Nou, en zeker als je hem later blokt, dan zie je er niks meer van. Kijk, nou hebben we weer een goede steek. Natuurlijk wel in de goede volgorde doen. Die. Dan pakken we die op. En dan pakken we die op. Dan hebben we dit rijtje hersteld. Nou, deze steek parkeren we even bij de andere steken op de naald. Want dit rijtje is nu goed. Zo. En dan zal ik via de andere kant laten zien hoe je de steken averechts gaat doen. Nou, deze halen we uit. Die halen we uit. Die halen we uit. Die halen we uit. En dit was de foute steek. Die halen we ook uit. Nu gaan we van achteren naar voren erin. En pak je de draad op. Dan krijg je de averechtse steek. Dus je haalt de lus er overheen. Je gaat met je naald in het lusje en pakt de lus op. Dus de draad er overheen gaat van achteren naar voren erin. Vind je dit lastig, dan draai je gewoon je werk om, want dan maak je de steken recht. En dan hebben we er nog eentje er overheen. Oh, wel even mijn lusje groot genoeg maken. Hoppakee. Nou zijn ze weer allemaal averecht. En kan ik de steken weer terugzetten op mijn naald, zodat ik hem weer gewoon verder kan breien. Even goed vasthouden. Oh, gaat hij er toch uit. Pakken we gewoon de haaknaald weer. Halen hem omhoog. En zetten de steek weer op mijn naald. En dan halen we de andere steken ook even over naar die naald toe, zodat ik gewoon mijn toer weer goed kan breien. Nou, je ziet er misschien nu nog iets van. Dat valt heel erg mee. Oh, ik heb er hier eentje fout gedaan. Zie je dat? Die ben ik vergeten. Nou, dan gaan we nog even terug. Leuk voorbeeld zo het filmpje maken. Zo zie je. Ook bij mij gaat het niet altijd goed.
ben gewoon één hele steek vergeten. Die parkeren we weer. Even kijken. Deze moesten we nog doen. Hoppakee. En die doen we ook nog. Dan moeten we hem wel via de goede kant doen. Zo. En die doen we ook nog. En dan hebben we hem weer. En dan zetten we de steken weer over. En dan gaan we nog een keertje controleren. Of die nu echt goed is. Kijk. Nu klopt hij helemaal. Dus de steek is hersteld. Je kan hem dus van beide kanten aanpakken. En dan is het net de kant die jij het makkelijkste vindt. Dus ja, ik heb altijd bij mijn breiwerk ook een haaknaald liggen. Zodat ik eventueel foute steken kan herstellen. En zo'n kabelnaaldje is altijd handig. Het alternatief is dat je de paar steken op je naald zet. Maar die kan er wat makkelijker uit glijden. Ik hoop dat je wat had aan deze tutorial. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop tot de volgende keer.